Hallo, ik ben Sabrina, de mama van Thomas. Thomas doet het niet zo goed dit jaar en ik denk dat hij zal moeten blijven zitten. Ik weet dat zo'n beslissing genomen wordt op de klasraad, maar hoe werkt dat eigenlijk juist? Tijdens een begeleidende klasraad bekijken we eerst de resultaten van de leerling. Leerling per leerling worden die overlopen. Als er geen werkpunten zijn, dan gaan we vlot over naar de attitudes en gaan we daar ook kijken of er nog werk aan de winkel is. Als er werkpunten zijn, dan bespreken we wie dat gaat opvolgen en hoe we het verder graag willen aanpakken. Concentratie is verschillend bij verschillende vakken. Inleveren taken zie ik toch twee vakken waar dat hij niet goed op scoort, Engels en Fysica. Hij blijft inderdaad achter met zijn taken en hij zal ook werkstudies krijgen als hij niet op tijd zijn taken gaat doen. Ik ben leerlingenbegeleider op deze school en ik ga altijd het leerlingenvolgsysteem aanvullen. Dat betekent concreet dat ik de resultaten noteer, maar ook de attitude, de werkpunten die aangegeven worden, als ook de remediering en eventueel wie de opvolging zal doen. Daarnaast zit ik daar eigenlijk ook als vertegenwoordiger van de leerlingen die ik begeleid. Dus zowel leerlingen met socio-emotionele problemen als met studieproblemen. Guus heeft dyslexie natuurlijk en dat speelt hem wel part bij die taalvakken. Hè? Mm-hmm. Voor de examens vraagt hij ook om vroeger te beginnen. En hij vraagt ook om eventueel de examens mondeling te kunnen overlopen met de leerkracht. Ik denk dat de mondelinge toelichting dan voor hem inderdaad een oplossing kan zijn, een hulp kan zijn om toch zijn score omhoog te trekken. Hè? Want hij kan dat eigenlijk wel. Ja. Klasraad is geen roddeluurtje. Dingen die niet ter zake doen, die komen niet aan bod. Als er een socio-emotionele problematiek is, vinden we het ook heel belangrijk dat er op voorhand met de leerling en soms ook met de ouders is afgesproken wat kan er gezegd worden tegen de leerkrachten en wat niet. Als we kijken naar de resultaten, zien we toch heel wat minder goede resultaten. Verrassend wel, denk ik, hè? Want Alice scoort altijd zeer goed. Ik denk dat we nu bij haar wel vooral moeten rekening houden met het feit dat die ouders in een echtscheiding verwikkeld zitten. Hè? Ja, dat klopt. Hè. Ik heb Alice ook een paar keer gesproken, nog vorige week. En dat loopt echt nog altijd niet vlot thuis. En ze leidt daar wel heel erg onder. En ze was eigenlijk ook heel bezorgd om haar resultaten. Want voor haar zijn die resultaten wel belangrijk. En ze wist dat het minder... Als er een negatieve evolutie is, maar er is bijvoorbeeld een familiaal probleem in het spel, dan gaan we wel bekijken of dat die resultaten daardoor beïnvloed waren. Om haar terug op een beter spoor te krijgen. Hè. Maar dat zullen we nu misschien al... Op een delibererende klasraad komen de attitudes niet meer aan bod. Daar gaan we enkel naar de resultaten kijken. Als er geen tekorten zijn, dan krijgt de leerling direct een A-test. Als er tekorten zijn, dan moeten we bekijken of de leerling de doelstellingen toch in voldoende mate beheerst. Als we kijken naar de resultaten van Lena, dan zien we dat zij eigenlijk vrij goede scores behaalt over het ganse jaar gezien. Alleen vallen de resultaten van economie een beetje uit de toon. Dus ik vermoed dat we daar toch even het moeten over hebben hoe we dat gaan aanpakken. Op een delibererende klasraad gaat de voltallige klasraad een beslissing nemen. Het is dus niet zo dat één leerkracht ervoor kan zorgen dat een leerling al dan niet geslaagd is. We nemen die beslissing nagenoeg altijd in consensus. Kan iedereen zich vinden in een vakantiewerk zonder waarschuwing voor economie? Als een leerling een tekort heeft, dan gaat het er niet om of die leerling nu 49,5 heeft of 50,5. Dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is of die leerling de doelstellingen van het leerplan beheerst of niet beheerst.